Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Hoi Niels, een kleine indruk hoe je huis er nu uitziet. Een dikke boom ervoor, zelfs nog bloemetjes erin. Dag Niels en Michel. Ja, Niels, doet het niet alleen, hè? Nu hebben ze ook nog iemand anders die in ieder geval de groeten krijgt. En dit hier is een kale, want hier is een hek. Oh, moet eens kijken, daar zag ik hem. Dit is hier laten zien. Lissy wil kaartjes spelen met zichzelf. En een esthetisch uitknippen. En even kijken op de foto van mijn kind. Zo'n stuk was het. Je ziet het. Zo staan de tafels erbij. Deze is geleend van de buren. En een idee voor dat het helemaal bevolkt is. Zoals de keuken is. Nee. Michel, jouw schatje. Niels, jouw zus. En Jill. De schoonzus in de toekomst. Voorbereidingen. Vul de kalkoen. Oh, wacht even. Een kleine blik. De kalkoen. Kalkoen. Hij ziet er een beetje erg Aziatisch uit. Zo, dit is in ieder geval een casual in iets. Dat weet ik niet. Meer kleur. Michel, Jill en Niels. Ik dacht dat ze het goede huur hadden. Dag, hard werken. Je ziet het. Erg. Wat is dit? Dan moest ik nog helemaal. En Jill. En zus van Michel. Nou wel. De eerste gang is in ieder geval opgediend. En Niels. Heb ik een beetje beton? En Jill. En ik nog meer. Michel en Noëlle. Een tussenstandje. De tafel is gedekt. En daar ligt het slachtoffer. Welke zich opoffert voor ons? Kalkoen wordt geopereerd. En kijken of het in ieder geval. Volgens mij is hij niet gaar. Ah, jawel. Hij lijkt toch in ieder geval gaar te zijn. Ja, dat ziet er wel goed uit, of niet? Ja, hè? Nou, ik heb heel hard mijn best gedaan, hoor. Ik heb elke half uur netjes zaag geshoot. Ik was getuige, echt waar. Aanvallen! Zo, de kalkoen wordt vullig gewerkt. Het lijkt goed te smaken. Niet te droog. Niks is erg als een droog kalkoenetje. Les hier de Wessel. En de moedertjes, Kim en Jorien, die zijn ook aan het eten. En Lissie is nog een kritisch en die eet het, dus dat zegt wel wat. Het nagerecht, spekkoek of ijs met slagroom, met natuurlijk chocola. Dit was een indruk voor onze overzeese belangstellenden over de gebeurtenissen op kerstavond bij Mirjam. Skypen. Dit is ook in een nieuwe omgeving, waar we nu bij Richard zitten. Ik zal je zo wel even zien hoe het hier een beetje uitziet. Even een rondje maken. En tot de volgende keer. Dit is in ieder geval de nieuwe huiskamer van Richard. Je ziet in ieder geval je bekende zitten. Daar is jouw hele bijzonder voor jou. Zie je? Uitbundig wijvend. Hier hebben we lieve tante. En deze heb je net ook al gezien. Je ziet het, hartelijk aangekleed. Al volle kerstboom. Breed beeld tot de. En allemaal gezellig, aangekleed. En ze is hier maar met z'n zevenen. Dit was een kleine snelle indruk waar Richard tegenwoordig woont. En zich in ieder geval prima vermaakt.